Wat mij nou weer gebeurt. Ik schrik vanochtend wakker. En ik voel zo. En ik denk, what the fuck, gek. Alles plakte. Had ik gewoon even heel mijn bed ondergespoten, zeg. Had ik gewoon even een natte nachtmerrie gehad. Maar het was zo levensecht. Dat ik me gewoon de hele ochtend al loop af te vragen van ja, is het nou wel of niet gebeurd, weet je wel? Ja, ik weet niet veel, maar wat ik nog weet is dat we zaten in Giethoorn op een terrasje in de zon aan het water. Ja, gezellig te lunchen. Sylvana had een broodje bal en ik had gebakken banaan. En daaraan kan ik dan herkennen dat het een droom was. Want ja, ik eet nooit gebakken banaan. Weet je wel? Maar goed, op een gegeven moment. Sylvana pakt haar bord. En die begint zichzelf in het gezicht te slaan. Zo van: Bam, het leven is een illusie. Bam, waar de fuck maak je je druk om? Bam, er is geen waarheid. Bam, hou je bek, hou je bek. Hou eens een keer je bek, man. Dus ik zo van: Wow, Sylvana. Lekker bezig, goed zo. Ah, toen werd ze weer boos. Begon ze met de ouwehoeren en er ontstond een discussie. Waarin ik natuurlijk gewoon weer gelijk had. Weet je wel, maar goed, op een gegeven moment zeg ik je van joh, Sylvaan, lik mijn reet. Lik gewoon mijn reet. Ze kijkt me aan en ze zegt: Lik je reet? Lek je reet! Ze flikkert me over die tafel heen. Ze trekt mijn broek naar beneden. En ze zet haar dikke lippen op mijn anus. En ze begint me toch een partijtje huis te houden daar. Hoe? Niet normaal. Die weet wel van wanten. Hè? Als iemand Baffen op de kaart heeft gezet, dan is het Sylvana wel. Wat daar in Giethoorn gebeurde. Echt, die pakt het echt professioneel aan. Ja, kind tegen mijn ballen, neus door mijn naad, tong in mijn reet, alles. Gewoon hardcore Baffen. En daar kan je alleen maar respect voor hebben, weet je? Daar kan je alleen maar respect voor hebben. Tijdens dat reetlikken dan ook nog even hoor wie klopt daar kinderen te kunnen zingen. Petje af. Petje af. Het was een en al genieten. En die mensen op het terras ook vonden, wow, wat gebeurt daar, weet je wel? En die begonnen te klappen en te applaudisseren. En op een gegeven moment zelfs te juichen. En terwijl ze gingen juichen, ik raakte steeds verder in extase, weet je wel. Go, Sylvana, go, go, go. En ik, wow. Ja, en toen gebeurde het. Toen kwam ik klaar. Ik kwam klaar in Giethoorn. En Giethoorn in mij.